een doorzetter ben. Als ik iets wil, dan ga ik er echt wel voor. Ja, de rest, ik weet het niet, ik ben wel sportief. Ik hou van reizen en avonturen. Dus ja, verder ben niet erg pietluttig met eten of slapen of dat soort dingen. En heel erg open voor nieuwe dingen. Ik ben nog nooit in Marokko geweest, dus dat vond ik sowieso wel een leuk idee. En weer een nieuwe cultuur en met een hele groep mensen is natuurlijk wel weer heel anders dan wat ik anders gedaan heb. Tot nu toe vind ik het echt heel erg mooi. Ja, heel interessante cultuur, ook heel anders dan de westerse cultuur en de culturen die ik tot nu toe gezien heb. En ik vind het al heel erg mooi. De mensen zijn vriendelijk en in het leven ja, heel erg anders gewoon. Ik denk dat veel mensen ook wel het idee hadden dat het heel arm is, wat het ook is. Maar ik ben wel meer armere plekken geweest en de mensen zijn wel gewoon happy, weet je wel. Ze zijn wel blij met wat ze hebben en ze proberen er ook het beste van te maken. En het, ja, het is mooi om te zien. Ik ben zeker wel avontuurlijk ingesteld. Ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen en nieuwe landen en nieuwe culturen en zo te ontdekken. En ja, als er iets nieuws op mijn pad komt, vind ik het altijd leuk om dat te proberen. Ik verwacht wel Marokko en de cultuur te leren kennen. En ook de rest van de groep heel erg intens te leren kennen. Niet helemaal zeker. Ik ben op zich niet slecht met mensen. En ik vind het helemaal niet moeilijk om in teams of in groepen te werken of met hun om te gaan. Maar er zijn wel echt een paar hele bijzondere karakters hierbij. Dus dat, ja, ik denk over het algemeen is de mensen toch wel de moeilijkste aspect. Ik heb niet echt een strijdplan, gewoon echt mezelf blijven en vooral heel erg genieten van de reis op zich. Helemaal geen idee. Vooral ik weet niet helemaal wat er allemaal nog gaat gebeuren. En er kan nog heel erg veel veranderen, we zitten echt in het begin pas. Dus ik kan er helemaal geen uitspraak over doen.